Dames en heren, welkom bij de verkiezing van het Amsterdammertje van het jaar. Uit de vele inzendingen die we hebben ontvangen, zijn dit de kandidaten. De eerste genomineerde is Marieke Smit. Zij is genomineerd door haar klas omdat zij heel actief is met het ophalen van zwerfafval. Samen met haar vader heeft zij onder andere meegeholpen aan de wereldbol van afval die onlangs nog drijvend te zien was in het IJ. De tweede genomineerde, Pippa, heeft haar prachtige lokken eraf laten knippen voor Stichting Haarwens. Ik vond het zelf heel spannend en goed van mezelf dat ik eindelijk iets deed voor een ander. Van Pippa gaan we over naar Suhaila, een filmmaakster in de dop. Zij heeft zelfs al een script geschreven voor een film. Het liefst wil ik Amsterdams grootste regisseur worden. Kraanwater is het beste, en dat weet je. Deze coole rap is geschreven door Emre, een nieuw raptalent. Met zijn nummer wil hij kinderen laten weten dat het drinken van kraanwater het beste is. En dat vinden wij een goed initiatief. Houd fit en drink kraanwater. Dit is Ali, de beste kok van Amsterdam. Hij kookt samen met zijn moeder een paar keer in de week halal voor kinderen die veel problemen hebben. En daarom bij gastgezinnen wonen waar ze dit doorgaans niet te eten krijgen. Ik vind het leuk om halal te koken omdat ik het zielig vind en vind dat ze het beter verdienen. Hey, pst, kom eens even. Hè? Wat? Ja, hier. Want als je deze kaarten koopt, kun je heel veel Amsterdamse kinderen die het krapper hebben blij maken. Deze mooie kaarten worden gemaakt en verkocht door Marijn en Tijen. Met het geld hebben ze een knutselbank opgezet. De knutselbank verspreidt deze knutselpakketten onder kinderen wiens ouders het niet kunnen betalen. En dan zijn er nog deze drie meiden. Jaren, Tyra en Graciella. Zij lichten andere kinderen in over de ziekte kanker. En vooral waarom het heel erg is als kinderen hiermee schelden. Stop het schelden met kanker. Het is een klein woord met een heel groot effect. En dit is Shirley. Zij heeft als mediator haar rol in de wijk zelf ontwikkeld. Een meisje dat volwassenen laat nadenken over hoe je op een positieve manier met elkaar om kan gaan. Wees aardig voor elkaar, dat is beter voor iedereen. Deze sportieve jongen is Nana. Hij heeft met zijn sponsorloop maar liefst €1563 opgehaald voor ADRA. Een instelling die zich inzet voor kinderen in Nigeria, zodat zij daar naar school kunnen. Ik vind het heel leuk om te doen en ik vind het heel belangrijk dat alle kinderen naar school kunnen gaan. De laatste genomineerde van deze groep Amsterdammertjes is niet één held, maar het zijn er wel 10. Deze kinderen zetten zich in voor hun buurt door buurtbewoners beter te leren kennen. Dit doen ze onder andere door hun buurtbewoners te interviewen. Wij zijn samen met het jongerenatelier heel erg trots dat we met dit project de buurtbewoners beter hebben leren kennen. Als dat geen mooi initiatief is. Dit zijn ze dan, de genomineerde kandidaten voor het Amsterdammertje van het jaar.